Baselworld 2019, we zijn te gast bij de Big Crown Rolex met haar kleine zusje Tudor. Niet zo klein inmiddels meer, echt een onafhankelijk merk al geworden met een hele grote collectie. Een introductie die we niet hebben zien aankomen is de P01, gebaseerd op een prototype uit 1960. Het idee toen de tijd was dat het horloge geleverd werd aan diverse marineonderdelen. Daarmee krijg je een probleem dat zout en zand onder de lunet kan kruipen. Dat wil je schoon kunnen maken, anders gaat de lunet langzaam maar zeker vastlopen. Ze hebben een soort klikmechanisme bedacht waarmee je de lunet kan vastzetten en weer vrijgeven om goed te kunnen verstellen. Dit horloge kost winkelverkoop zo rond de 3700 euro. Dus precies binnen de filosofie van Tudor Value for Money. Een ander horloge binnen de Tudor-collectie, wat ook nieuw op Baselworld 2019 is, is de Black Bay Chrono Staalgoud. Herkenbaar ook weer aan de typische Tudor urenaanwijzer met een snowflake aan het eind. Dit horloge is op een leren bunt, dus dat is best wel een mooi onderdeel wat het horloge lekker laat dragen, maar ook best wel een onderscheidend uiterlijk geeft. Een leren plaat zeg maar onder de kast zelf. Groot draagcomfort. Dit horloge is een aantal onderdelen, waaronder de pushers op de chronograaf zijn van massief goud. Maar de kroon is bijvoorbeeld met een gevouwen plaat goud over het staal heen. Dat is een... En nu door naar het grote moederbedrijf, de Big Crown, Rolex. Dus de nieuwe GMT 2 BLNR, waar iedereen op zat te wachten, BLNR voor Bleu Noir. Heeft nu uitsluitend een jubileeband, dus de oysterband is definitief uit productie. Dus mocht je die hebben, hou die vast. Maar nog beter, als je dit een mooie band vindt, koop je natuurlijk de nieuwe met een jubileeband. Ook een totaal nieuw horloge van Rolex op deze beurs in Baselworld 2019 is de Yachtmaster 42 mm. Dit is de witgouden editie. Schitterend horloge, mooie price point. Ja, het is natuurlijk wel serieus geld, maar dan heb je ook een wit goud horloge. Ergens rond de 25.000 euro winkelverkoop. Er zit een slide lock op wat Rolex tot nu toe alleen gebruikte op de Submariner. Maar wel met andere dimensies. Normale slide locks die zijn 20 mm qua verstelbaarheid. En deze heeft 15 mm qua verstelbaarheid. En de stapjes waarmee je hem kan verstellen zijn in dit geval 2,5 mm per stapje. Dat zijn kleine verschillen, maar wel belangrijk om het draagcomfort te optimaliseren op deze rubberen band. Die overigens over een Kevlar en titanium plaat heen gevouwen is, waardoor die sterk maar soepel blijft. We sluiten Baselworld 2019 bij Rolex af met een knaller. Een Day-Date 36 mm op een President band. Met een turquoise opale wijzerplaat, lunet vol met diamanten. Ja, dit betoog hoeft eigenlijk verder geen vervolg te hebben, want dit vind je mooi. Of je vindt het niks, of je wilt het gewoon kopen omdat je wil laten zien dat je het kan kopen. Dank u wel voor het kijken naar deze Tudor Rolex Baselworld 2019 special. Vergeet niet je te abonneren op de button hieronder en ons te liken. Omdat we dat heel erg leuk vinden, want dan zie je ook weer als eerste onze nieuwe filmpjes. Dankjewel.